kippetjes in Far Cry, overmatig geweld in GTA en chockerende missies in Call of Duty. Games hebben door de jaren heen voor flink wat controverse gezorgd. En dit zijn een paar van die ruzietjes op een rijtje. We beginnen met Far Cry 6. De nieuwste game van Ubisoft kwam onder vuur te liggen vanwege deze minigame waarin je meedoet aan hagevechten. Je zet twee gevederde vrienden tegenover elkaar en in Tekken-stijl laat je ze vechten totdat er eentje verliest. Ubisoft heeft dit toegevoegd omdat het eiland Yara, waarop Far Cry 6 zich afspeelt, gebaseerd is op Cuba en haangevechten een onderdeel zijn van de Cubaanse cultuur. Daarnaast heb je ook een vrij agressieve haan als companion. Maar niet iedereen was even blij. Dierenrechtenorganisatie PETA roept Ubisoft op om de minigame te verwijderen en sommige mensen dreigen Far Cry niet te kopen vanwege de kippetjes. Dat je in Far Cry 6 ook ontelbare mensen afslacht, tja, daar krijgt dan weer geen haan naar. En dan gaan we naar het altijd brave Nintendo. Onze Japanse vrienden maken meestal alleen maar games die uitermate geschikt zijn voor kinderen. Toch zijn zij ook wel eens te betrappen op een lullig foutje. In oktober van vorig jaar kwam Steve uit Minecraft naar Super Smash Bros. Ultimate voor de Nintendo Switch. Op zich onschuldig. Maar toen spelers met het poppetje aan de slag gingen, bleek zijn overwinningspose nogal, dubieus. Hij heeft eerst een lekkere baklap vast en... gaat hij lekker, Steve? Nintendo wilde dit lullige foutje eerst niet toegeven, maar besloot uiteindelijk toch maar om Steve te castreren. Dick move, Nintendo. We blijven nog even op hetzelfde niveau, want ook in Cyberpunk 2077 doken er ongewild wat geslachtsapparaten op. In de game kies je voor het mannelijke of het vrouwelijke geslachtsdeel. In tegenstelling tot de echte wereld mag je ook nog even bepalen hoe groot je cyberpik moet zijn. Handige feature. Maar sommige spelers maakten hem zo groot dat de broek het niet meer aankon. Ja, er waren nog wel een paar andere redenen waarom mensen de pik op deze game hadden, maar die laten we voor vandaag even achterwege. En waarschijnlijk vroeg je al af waar Grand Theft Auto bleef. Nou, hier is die. De keren dat deze serie onder vuur kwam te liggen zijn al niet meer op twee handen te tellen. Het begon allemaal al bij de eerste GTA in 1997. De game werd door verschillende media weggezet als een moordsimulator die geweld zou oproepen. Ondanks de negativiteit, of misschien wel dankzij, werd de game uitstekend beoordeeld en renden mensen massaal naar de winkel om het spektakel zelf te beleven. Toen we naar 3D gingen, werd GTA 3 door de mainstream media in het verdomhoekje gezet omdat het autostelen, vermoorden van mensen en de prostitutie allemaal wel heel realistisch maakte. Dat de game uitkwam een maand na de verschrikkelijke aanslagen op 9/11 hielp ook niet echt mee. Iets recenter kwam GTA 5 in opspraak vanwege de manier waarop het vrouwen neerzet. Vrouwen in GTA 5 zijn vaak seksobjecten en slachtoffer van keiharde grappen. Dan Houser van Rockstar gaf zelf ook in de New York Times toe dat ze misschien wel iets te ver waren gegaan. We zijn toch wel benieuwd hoe ze dit in GTA 6 gaan doen. Want de politiek correcte GTA, is dat nog wel GTA? Call of Duty kan ook niet ontbreken in dit lijstje. No Russian uit Modern Warfare 2 is misschien wel de bekendste en meest besproken shootermissie ooit. Tijdens de missie ga je undercover op een vliegveld in Rusland. Je helpt terroristen met het plegen van een bloederige aanslag waar tientallen onschuldige burgers worden afgeslacht. Tenminste, dat is wat de meeste spelers doen. Eigenlijk hoef je helemaal geen kogels te schieten, want niemand dwingt je om de trekker over te halen. Ook is er een optie om de missie helemaal over te slaan. En toch leverde de missie een stortvloed aan negatieve reacties op. Het zou mensen op verkeerde ideeën kunnen brengen. Na de remaster in 2019 vonden veel mensen dat er te veel parallellen met de werkelijkheid waren, omdat het Westen enkele aanslagen voor de kiezer had gekregen. In veel landen is de missie dan ook aangepast. In de Duitse versie kun je bijvoorbeeld geen onschuldige mensen neerknallen, en doe je dat wel, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. In Japan is de tekst een beetje aangepast en in Rusland is de missie zelfs compleet verwijderd. Er is dus No Russian die deze missie kan spelen. We maken even een sprongetje in de tijd, want ook in 2019 wist Call of Duty de wereld te shockeren. In de missie Clean House, in de reboot van Modern Warfare, is het namelijk weer mogelijk om onschuldige mensen dood te schieten. En deze keer gaat het nog een stapje verder. In een van de kamers ligt namelijk een krijzende baby. En ook daarop kun je je wapen richten. Maar doodschieten, dat ging de makers wel een beetje te ver. Als je dat probeert, krijg je de boodschap: Children are non-combatants.
Psychopaten die vaker proberen de baby neer te knallen, krijgen de vraag waar ze nou in godsnaam mee bezig zijn. En terecht. Ook de multiplayer kwam onder vuur te liggen vanwege een killstreak. Als spelers genoeg kills op een rij maakten, werden ze beloond met witte fosformunitie. Een dodelijk gas wat eigenlijk in elk land een no-go is. De multiplayer zou hiermee oorlogsmisdaden verheerlijken. Ja, veel erger kan het niet worden, toch? Nou, hou je vast, want in 2015 ging het wel heel ver. Een zekere reviewer besloot namelijk om The Witcher 3 een 88 te geven. Om veiligheidsredenen houden we de naam van de recent liever geheim, en het schijnt zelfs dat deze persoon zijn hele uiterlijk heeft aangepast, met een ander kapsel en een grote baard, om te voorkomen dat hij wordt gelinkt aan deze misdaad tegen de mensheid. Het cijfer zorgde voor een explosie aan reacties, en nog steeds zie je af en toe een referentie opduiken. Zo zie je maar dat gamers gauw boos worden, want gemiddeld op Metacritic scoort de game maar 4 puntjes hoger dan die 88. Maar maakt dat het goed? Nee, het blijft een dubieuze actie natuurlijk. Door de jaren heen hebben we dus aardig wat gezeik gezien rondom games. Vind jij het terecht of juist helemaal niet? Laat het ons weten in de comments. En vergeet ook niet om dat duimpje omhoog ook even onder vuur te nemen.